Zoals u weet is het project begonnen, de brugconstructie van het over de Salamakkanaal. We hebben het contract op 16 november getekend met de aannemer CRBC in joint venture met Kuldip Singh Infra NV. We hebben vanaf 16 november dus aan tafel gezeten met de aannemer om een gedegen tijd uit te kiezen voor het start van de werk. We hebben dus duidelijk gekeken dat we niet in december de brug zouden afsluiten, want dat was ook een van de dingen die zou kunnen gebeuren. Maar natuurlijk, december is voor Suriname een heel drukke periode en is nadat alle administratieve voorwaarden van het contract is voldaan, heeft het consortium de commencement order, of wij zeggen aanvangsdatum van het contract, uit doen gaan. En dat was op 26 januari 2024. Met aardig wat impact natuurlijk. De brugafsluiting per 28 februari, jongsleden, die heeft nogal wat impact. Dat was natuurlijk te verwachten, was voorzien. We voelen het allemaal. Daarom na één week van brugafsluiting bij deze update om u nader te informeren. Om de concurrentiepositie van Suriname te versterken, worden er verbeteringen aangebracht aan de economisch relevante infrastructuur op en rondom de Schulzetnihaven. Zowel de faciliteiten op de haven als het primaire wegennet in de nabijheid van de haven worden geoptimaliseerd. Deze activiteiten worden in het kader van het ITLCS-project uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Openbare Werken. Het wegennetwerk wordt verbeterd en verruimd. In totaal zal een lengte van 7,5 kilometer aan wegen worden gerenoveerd, waarvan 2,7 kilometer in deze fase. Een aantal wegen wordt verruimd naar 2 keer 3 rijstroken en worden er loop- en fietspaden aangelegd. Er wordt ook rekening gehouden met de nutsvoorzieningen. Om de verkeersafwikkeling op en nabij de kruispunten zo goed als mogelijk te optimaliseren, zal er een Intelligent Traffic System, het zogenaamde ITS, worden aangelegd. De brug over het Saramaka-kanaal is ruim 60 jaar oud. De betrouwbaarheid van de constructie is in het geding, waardoor het reeds vele jaren verboden is om met zwaar verkeer over de brug te rijden. De brug zal daarom volledig vernieuwd worden. In de nieuwe situatie zal de brug een totale breedte hebben van circa 27 meter versus de circa 17 meter van de huidige brug. De nieuwe brug wordt verruimd naar 2 keer 3 rijstroken en er worden fiets- en looppaden aan beide zijden aangelegd. Ook is er rekening gehouden met de doorvaartbreedte en hoogte van de huidige en toekomstige scheepvaart. Vanwege de werkzaamheden aan de brug in de Van het Hogere Straat over het Saramaka-kanaal zal deze vanaf 28 februari 2024 voor 12 maanden niet beschikbaar zijn voor het verkeer. Tijdens deze afsluiting zal het verkeer gebruik maken van de overige bruggen over het kanaal. De Beekhuizenbrug, ook bekend als de Fadibrug, en de Sarenbrug zijn de dichtstbijzijnde alternatieven. Aan weggebruikers wordt gevraagd hiermee rekening te houden bij het bepalen van de reisroute. Langere reistijden worden verwacht in de betreffende omgeving tijdens spitsuren. Voor meer informatie bezoekt u de website www.itlcs.sn.